Dikke rookwolken vanmiddag boven een groot deel van Brabant. Pelletbedrijf Europellet in Zevenberg is vanmiddag rond 14:15 in brand gevlogen. De rookwolken waren zelfs in Eindhoven te zien, zo'n 70 kilometer verderop. Verslaggever Willem-Jan Jooghems is in Zevenbergen. Willem-Jan, hoe is het daar nu? Nou, gelukkig is om 17:45 het sein brandmeester gegeven door die vele brandweerlieden die hier naartoe zijn gekomen. Maar het was echt een enorm inferno vanmiddag hier op de Koekoekse dijk, net ten noorden van Zevenbergen. Overal slangen, overal brandweerwagens, een politiehelikopter die boven het terrein hing, een verkeerschaos, want ja, een deel van de provinciale weg werd afgesloten. Nou ja, uren daarvoor, hè, dat begon dus tegen tweeën, toen een groot alarm werd geslagen door de meldkamer. In totaal heeft de brandweer zo'n 100 brandweerlieden ingezet. De politie tientallen mensen, de brandweer een twintigtal voertuigen en een aantal crashtenders van de luchtmacht. Is er nou gevaar geweest voor de omgeving daar? Nou, niet direct. Ze hebben geluk gehad hier. De wind stond de goede kant uit, van het dorp af, dus van Zevenberg af, richting de polder. Maar die rook die ging dus allemaal wel de polder in, richting het dorp Langeweg. En de politie heeft even het advies gegeven om daar ramen en deuren gesloten te houden. Het was vieze rook, we hebben hem zelf ook geroken hier in de omgeving. Maar het was geen gevaarlijke rook, want het ging tenslotte om hout, houtpellets. En wat weet je van het bedrijf Europellets? Nou, het is vooral Europellets dat getroffen is. Er is nog een tweede bedrijf dat hiernaast zit dat ook getroffen is. De directie wilde niet met ons praten. Die zijn te aangeslagen door dat enorme inferno vanmiddag hier in Zevenbergen. Maar ze zeggen ook dat er 400.000 tot 500.000 pellets zijn verwoest. Letterlijk in rook zijn opgegaan hier in Zevenbergen. Die zijn ze dus kwijt. En dat betekent dus echt een enorme schade. Maar ook vrachtwagens, zeker twee vrachtwagenwrakken heb ik in de puinhopen zien staan. Het was echt ongelooflijk. En de directeuren waren aangeslagen. Is er nou ook bekend hoe dat vuur nou ontstaan is? Ja, dat is een goede vraag. Het is onduidelijk. Er wordt op zaterdagmiddag hier niet gewerkt in Zevenbergen. En dat betekent natuurlijk dat dat wel geruchten zou voeden dat het misschien aangestoken is. De politie zegt dat ze nog niet weten wat de oorzaak is, maar ze sluiten brandstichting niet uit. En er wordt dus vanmiddag ook uitgebreid hier onderzoek gedaan door de technische recherche. Er zijn luchtfoto's gemaakt. En dat betekent dat alles bij elkaar wordt geveegd en dat er een beeld ontstaat van een mogelijke brandstichting. Maar ze weten het dus nog niet. Ja. Ja, als we nou nog even terugdenken aan die andere grote brand in West-Brabant bij Chemiepak. Is er dan een verschil hoe de hulpdiensten daarmee omgaan vandaag? Nou, wat ons vanmiddag hier wel opviel is dat er heel snel besloten is tot de inzet van drie luchthaven brandweervoertuigen. Hè, zogenaamde crash tenders. Dat zijn die hele grote wagens waarmee heel veel schuim op een brand kan worden gelegd. Nou, die hebben we hier al om een uur of 3-4 vanmiddag zien arriveren. En bij die enorme brand bij Chemiepak op 5 januari kwamen ze eigenlijk pas heel laat in de avond. En toen woedde de brand al ongeveer 10 uur. Willem-Jan Jooghems vanuit Zevenbergen bij Europellets en de brand bij Via Mij. Bedankt voor jouw bijdrage.